gezellige sfeer in het Jules Otte Stadion, waar de 1800 meegereisde Malinois supporters voorlopig meer lawaai maken dan het Gentse thuispubliek. En dan zitten er nog een paar duizend voor een groot scherm achter de kazerne. Het voetbal leeft weer in Mechelen, zoveel is duidelijk. Nicolas Lombaert en de agent missen een man achterin. Dat is Dario Smooie, man met veel ervaring. Maar ook erzonder zou het in principe moeten kunnen natuurlijk. Alhoewel Mechelen in vorm. Dat bewezen ze met de 5 doelpunten zaterdag nog in Eupen. Ze willen na de scalp van Germinal Beerschot en Zultewaregem ook die van agent. Ja, een echt schot op doel. Dat hebben we van agent voorlopig nog niet gezien in deze partij. Evenwichtig zou je kunnen zeggen, maar daar opletten voor Olufade. Geen probleem voor Werner uiteindelijk. Maar het was daar toch even uitkijken in de buurt van het strafschopgebied. Mocht die bal absoluut niet erbuiten pakken. Het is duidelijk erbinnen. Kwartier ver. Vlemings probeerde een kort 1-2'tje uit te lokken met de Sharai. Want dat was een moeilijke bal die Vlemings daar kreeg. Goed gedaan van Olufade. Daar zit wat in misschien voor agent. Ah ja, niet ongevaarlijk. Die voorzet alweer van Christophe Grégoire. Voorlopig de gevaarlijkste man bij A-agent. Maar meer dan een hoekschop levert het niet op. Dont, die recupereert daar toch redelijk wat ballen. De ouderdomsdeken van KV Mechelen. Assare met een trap. Ja, dat scheelt niet zoveel hoor. Het beste tot nu toe in de partij. Halfweg de eerste helft. Een trap van deze man. Nana Assare. De vervanger van Dunkovic. Trapt maar net naast. NDA gooit hem de strijd in. Olufade, Foley, Olufade. Is hem dat dan? Olufade. Afgeblokt door Van Hoevelen. Veel volk van Mechelen mee naar voren voor deze hoekschop. Op 10 minuten van de rust. De kopbal is van Bert Dont. Niet onaardig, ruim over. De oudste van Mechelen met zijn 33. De vrije trap met Grégoire. 8 minuten voor de rust. Altijd gevaarlijk. Ook nu weer, want er is 1-0 voor A-agent. Pavlovic heeft de bakens verzet. Al het gevaar van A-agent kwam bijna van de voet van Christophe Grégoire. Die kromme ballen voor de goal à la Frank Verkouteren. Die moest eens een keer goed vallen en dit keer viel hij goed en hij is verslagen. Olivier Werner, de eerste keer dat hij echt een bal zou moeten pakken. En de mannen van Georges Lekes op voorsprong. 7 minuten voor de koffie. Er is nog eens de vrije trap van Grégoire. Heel even Werner, maar die moest hem lossen. En dan Nebojša Pavlović, de Serviër, in de rebound. Hard ingeschoten. 1-0 A-agent. Mechelen moet nu hopen dat ze niet ten onder gaan in de slotfase van die eerste periode. Want het geloof in kunnen is ongetwijfeld gestegen nu bij Gent na die goal. Weer zo'n vrije trap die er heel snel is. Werner er weer langs en wordt het 2-0. Het wordt 2-0. Het is het dagje van Nebojša Pavlović. Blijkbaar niet dat hij de moeilijkste goals moet maken. Gewoon de afvallende ballen erin trappen. 4 minuten voor de rust staat het gewoon 2-0 voor A-agent. En ziet het er heel somber uit voor de mannen van Peter Maas. Hier nog eens de tweede goal. Wat een geklungel achterin bij KV Mechelen. En dan de makkelijkste goal uit de carrière ongetwijfeld van Nebojša Pavlović. Je moet er alleen nog een duwtje tegen geven. 2 keer Werner er niet goed bij. Pavlović wel. Die wacht op een inworp van de Vlemings. Kan dat altijd heel ver. De kopbal van de Pavlović. Die maakt niet alleen de goals, die verhindert ze ook. En dan plots Dont met een geweldige kans. En Herpoel kan hem nog pakken, omdat Dont hem niet helemaal vol op de vreef raakte. Eerste kans voor KV Mechelen. En wat voor een na 1 minuut in de tweede helft. Bert Dont er heel dichtbij. Frederik Herpoel wil een uurtje van 3 man.
En die staat er nu. Dan ligt er een paasje opzij van Dont. Of wordt het in één keer Pavlovic? Dat zeg ik, Pavlovic. Van Zunder bedoel ik. Even kijken wat Olufade doet. Dat was wat Dont deed. Kaartje uitlokken. Het blijft bij een goed gesprek. Het recept ligt hetzelfde. Een paasje opzij naar Van Zundert en die gaat erin. Schitterende trap van Bart Van Zundert. 10 minuten ver in de tweede helft. En het staat 2-1 en KV Mechelen heeft zijn goal in Gent. Heel belangrijk natuurlijk. Hoe is het mogelijk dat die bal erin gaat? Ze hadden net al gezien hoe het ging verlopen. Het scenario lag vast. Het korte paasje van de Bertond en de harde trap van Bart Van Zundert. En dit is een tevreden mens ongetwijfeld. En zij ook. Idi met de gilet op de huid. Zoeken naar zijn linker. Daar is de voorzet. Iets te scherp. In de handen van Herpoel. Die heel ver uittrapt. En dan moet Werner komen. En dan botst hij op Olufade. En wat krijgen we? Wil een penalty, Olufade. Het was gewoon een botsing. Niks dus. Dit moet het worden in de slotminuut. Vrije trap voor AA Gent. Foley probeerde het. Maar ja, Vlemings kwam te snel uit de muur. Tweede geel betekent rood. En dat is een zware sanctie voor de spits van KV Mechelen. Also FIFA. Seconden geleden ingevallen voor Alin Stojka. Hij gaat de vrije trap nemen na die fase met de rode kaart voor Vlemings. Het zal wat zijn. Invallen, eerste bal raken na 10 seconden en scoren. Kan het? Ja, het kan, want de bal valt op de lat. Ongelooflijk. Bijna de minute of fame van Assou Feifa. Wat was hij er dichtbij bij het ingaan van de blessuretijd, van de toegevoegde tijd moet ik zeggen. You'll never walk alone. Zingen die van Mechelen in de absolute slotseconde van deze partij. Mechelen dicht bij een resultaat waar je vooraf zou voor tekenen. De uitrap nog van Werner en dit was het. Scheidsrechter Kumieni maakt een einde aan deze wedstrijd. KV Mechelen voorlopig de beste papieren. Al verliest het vanavond bij AA Gent met 2-1. Deze man scoorde 2 goals. Pavlovic. Maar een goede uitgangspositie, dat is het niet voor de Buffalo's.